Op de markt is de gulden een daalderwaard. We kennen allemaal die bekende quote uit het gulden tijdperk. Maar hoe zit het tegenwoordig? We zitten midden in de euro, al bijna 15 jaar. We zitten in een crisis. Nou ja, we zitten er misschien net niet meer in. Maar hoe gaat dat op de markt? Hebben ze last van webwinkels, van concurrentie, van andere winkels? Weten ze zich staande te houden? We staan op de markt hier in Harderberg en ik heb een interview met marktmeester Jan Sweers. Jan, fijn dat wij even met je mogen praten. Hoe lang doe je dit werk al? Oei, dat is al een hele tijd. Ik loop hier 1 januari, dan ben ik hier 24 jaar in Harderberg. Zo. En sta je nog op meer plaatsen? Ik heb ook de markt Deresvaart en de markt Ommen. Sinds een paar jaar ook de markt Ommen. Nadat bestuurlijk samen is gegaan, zit ik ook in Ommen. Ja. Leuk. Hey, en wat is nou het leuke aan dit vak? Waarom wil je dit al 24 jaar doen? Ja, dat is hebben jullie tijd? Eigenlijk per ongeluk ingerold. Ik zat in de organisatie van de Klepperstad, van de activiteiten hier in Harderberg. Klepperstad commissie. En daar was een van de kooplieden die hier op de markt stond, zat daar ook in. En die heeft eigenlijk gezorgd dat ik hier kwam. Eerst gevraagd, stond een advertentie in de toren. Hij heeft dus gezegd thuis ook van, goh, misschien is dat nog wat voor jou. Ja, het is maar een paar uurtjes en maandagmorgen. Maar toch was die man, we hebben de kapsalon hier heel daar en die zat bij ons. Hij zei, joh, je moet gaan solliciteren, probeer het maar. Ja, en dat is wel doorgegaan. Het verhaal, al 24 jaar? Al 24 jaar. Het verhaal is nog wat langer, maar laten we dat nu maar niet gaan doen. De ingekorte versie krijgen we. Hey, in die 24 jaar, is de markt nou precies hetzelfde gebleven of is dat in beweging? Nee, die is zeker niet gelijk gebleven. Ik ben begonnen met een 50 tot 60 marktkooplieden. En ik heb er helaas nog maar 30 over. Een paar losse jongens zeggen ze dan, een paar meelopers nog, 4 à 5. In het seizoen wat meer, in het zomerseizoen wat meer. Maar dat is wel teruggelopen, helaas. En hoe werkt dat? Ik ben een marktkoopman en ik wil hier staan. Ik neem contact met jou op of zoek jij mensen op om hier te laten staan? Ja, oké. Dat kan dus. Je kan telefonisch bellen en zeggen, joh, hebben jullie nog een plekje voor mij op de Harderbergse Weekmarkt? Of om een Harderberg, om een Deresvaart. Maar meestal, dan komen ze wel. Dan is er nog een plek. Ik meld ze aan. Ik schrijf ze in op een zogenoemde meeloperslijst. Dan moet je zien als een ladder, daar klim je op. Dan valt de bovenste valt af, de onderste kruip je er eentje naar boven. En de nummer 1 die heeft altijd als eerste recht op een plaats op de markt. Mits er, als er vrije plaatsen zijn, geen vaste koopman op gaat reageren. Die je dus al jaren daar al ingeschreven een vaste plek heeft op de markt. Die gaat ter alle tijden voor. Dus de mensen die staan waar ze staan, daar is over nagedacht. Die hebben zelf ook een beetje daar inspraak in van, nou, ik wil daar wel staan. Ja, dat is wel, de plek dat is wel heel belangrijk. De meeste kooplieden die staan het liefst zoals we dus hier nu staan. Ik neem aan dat jullie straks nog een overzichtje gaan maken. Zoals wij nu hier staan, dan staan ze het liefst zo of aan het middenpad of aan de buitenkant. Maar in ieder geval hoekplaatsen, die zijn altijd wel zeer belangrijk. Ik heb daar aan die kant op het eind heb ik een schoenenman staan. Ik wil de jongen ontzettend graag, die mensen wil ik ontzettend graag hier erbij op de markt. Die staan eigenlijk een beetje buiten de markt, maar ja, de rest kooplieden moeten dan wel meewerken. Kijk, je kan heel streng zijn en zeggen, joh, ik heb daar met verder helemaal niks mee te maken. We gaan dat opschuiven en die komt daar toch te staan. Maar ja, zo steek ik niet helemaal in elkaar. Moet wel met een overleg gaan. Daar hou ik van. En hoe is nou de sfeer onderling tussen de ondernemers op de markt? Is dat ons kent ons en een gunfactor of is dat concurrentie? Ja, beide. Je hebt de kleding bijvoorbeeld, heb ik er veel van staan hier zo. Ja, dat zijn concurrenten, maar zo gaat het niet met elkaar om. Het is niet dat ze elkaar zeggen, nee, dat gaat wel helemaal prima. Als de een iets niet heeft en hij of zij weet dat er elders wel dat product is of die kleding daar is, dan verwijzen ze ook rustig naar de collega. Nee, dat gaat wel goed, ja.
Ja, mooi om te horen. Hey, en op welke tijden zijn nou drukste qua bezoek? Is dat, want ik kan me voorstellen, nou ja, mensen komen misschien wat minder graag vroeg hun bed uit. Begint dat pas om 10 uur te lopen? Of is dat toch ook 's morgens direct al? Ja, oké. Je bedoelt de tijdplanning van de elke maandag in Hardenberg dus. Ja. Ja, dat komt wel wat later op gang. Ja, het is nu net voor de kerst. De mensen zijn vrij. Het is nu nog wel redelijk druk. Maar het komt vaak toch wel wat later op gang. Ja. Helaas. Nou ja, ik bedoel, mensen willen misschien eerst uitslapen als ze uiteindelijk maar wat kopen. En kun je nog wat zeggen over het publiek? Is dat een gemiddelde leeftijd? Is daar, wat voor mensen komen hier? Ja, dat is wel, ja, toch wel. Ja. Kijk, de jeugd, jongeren, laat ik het zo moet ik zeggen, jongeren, die werken. Die werken toch, die hebben een baan. En dat kan je ook wel heel duidelijk merken met het aanbod van het publiek op een markt. Het zijn wel vaak toch wel oudere mensen. Ja. En daar speelt de markt uiteindelijk heel goed op in. Door ook de producten die te koop zijn daarop op toe te spitsen? Ja, dat denk ik wel dat ze doen. Vooral de kleding uiteraard. Ja. Maar ik heb toch ook wel een mengelmoes van handel hier staan. Van wenskaarten tot telefoonaccessoires enzovoort. Dat is niet echt een, niet echt een leeftijd gebonden. Dat je zegt van... De kleding zal zich uiteraard aanpassen. De rest, ja, een brood is brood eigenlijk, hè. En de middenstand die hier omheen allemaal staan. Want jullie hebben een mooie locatie midden in de, ja, tussen alle winkels in. Hoe ervaart de middenstand dat de markt er is? Is dat voor hun concurrentie of is dat voor hun juist meer aanloop van mensen? Oh, je zou hier de hele morgen moeten zijn. Ik kan een hele verhaal ervan maken. Maar de mensen rondom de markt, eigenlijk zou ik daar eens binnen moeten stappen. Er zijn een paar, kom ik wel binnen. En toch even een praatje maken, dat is wel belangrijk. Ze zien het, ik denk niet dat ze de markt zien als een concurrent. In die vorm, je zit momenteel met de winkelopeningen. En ooit is een keer de vraag gedaan naar de marktcommissie. Je hebt dus een marktcommissie vanuit de middenstand. Van joh, willen jullie niet naar de maandagmiddag met de markt gaan? Ja, en dat ligt zo gevoelig. Dat krijg je heel slecht voor elkaar. Zelf ben ik voorstander van probeer eens wat. Ga eens een kwartaal proberen om misschien de maandagmiddag aan de markt te doen. Ook al om de mensen die er 's ochtends lopen, denk ik dat best wel... Ik was voorstander van om het eens te proberen. Maar goed, dat krijg je met die kooplieden heel moeilijk voor elkaar. Met de marktkooplieden? Ja. Het is wel... De markt is in zekere zin concurrent van de middenstand. Maar ja, in de huidige tijd... Het is ook een mooie aanvulling, kan ik me voorstellen. Ja, als ik nou Ommen als voorbeeld neem, dat is wel heel grappig. Ommen die heeft, dat is wel een hele mooie. De Ommen die heeft de markt, hebben ze een hele periode in het centrum gehad, in het centrum van Ommen. Dan moest die markt weg. Dat was niet wat en er moesten dingen veranderen in het centrum. En, nee, de markt, ja, die moest wel weg. En dan hebben ze een tijdje voor de Vlater gestaan daar en bij de koepel, wat toen nog de koepel was, de oude situatie. Nou is er een nieuwe situatie in Ommen. En nou in de huidige tijd toch helaas heel erg winkelleegstand. En dan horen we toch wel de geluiden van, de markt die zou eigenlijk ook wel weer hier in het centrum mogen komen. Dus het is wel een trekker. Maar ja. Dat is dus dinsdagmarkt. Maandag is toch een lastige dag. Ja, nou ja, het is op zich een mooi begin van de week. Je kunt alle boodschappen voor de hele week alvast inslaan als je het over de eten hebt. Heb je nou nog het idee dat bijvoorbeeld de webwinkels en dergelijke, dat die gevolgen hebben ook voor de markt? We hebben ook marktkooplieden hebben die webwinkel wel. Er staat iemand met onderkleding en nachtkleding. En die mensen hebben een site. En volgens mij doen die wel redelijk zaken nog. Middels dat medium, ja. Dus dat is wel heel slim. Ze pakken dus en de nieuwe mogelijkheden, maar ook gewoon de huidige mogelijkheden die ze eigenlijk al jaren hebben. Waar mensen hun van kennen. Van echt op de markt staan. Ja, je moet wel, hè. Je zult mee moeten. Ja, dat is creatief onderhandelen, creatief handelschap. Dat is alleen maar mooi. Hey, ik wil je bedanken voor je interview. Ik heb veel van je geleerd. Een beetje gedoken in de wereld van de markt. Ik wens je nog heel veel succes. En we gaan nog eens even over de markt. Even kijken naar wat leuke dingen. Ja. Waarom wil jij op de markt staan? Wat vind je hier nou zo leuk aan? Wat vind je nou zo leuk? Dat is uw vraag. Nou, het is hobby. Dat sowieso. Het is geen werk, hobby. Ja, gewoon de mensen om je heen en gewoon de vrijheid die je hebt. Vind ik gewoon heerlijk. En waar kom je vandaan? Uit Zwolle.
Oké, dus dan kom je speciaal hiervoor naar Hardenberg. Hoe vroeg sta je dan op? Ik was voor vijf, was ik uit bed. Dan moet je wel echt passie hebben voor je vak, voor je hobby, voor je hobby om dit te gaan doen. Ja, hey, en hoe lang sta je al op de markt? 13 jaar, ruim. En wat is er nou in de afgelopen 13 jaar veranderd? Weinig eigenlijk, heel weinig. De producten zijn beter geworden. De prijzen zijn... de prijs-kwaliteitsverhouding is beter geworden. Maar de mensen en zo zijn allemaal hetzelfde. De markt in Hardenberg op maandagochtend. Sta je op meerdere markten in de week? In de regio, ja. Elke dag ergens anders. Dat is het leuke van de markt. En de maandagochtend, is dat... dat is ander publiek waarschijnlijk dan op een dinsdag of een woensdag. Ja, wat kun je daarover zeggen? Elke plaats is anders. Hier heb je veel mensen die een dagje uit van maken. Hardenberg is leuk. Ja. Grote markt. Dus dat brengt gezelligheid met zich mee. En zo'n kraam, je kan natuurlijk niet 150 kaassoorten meenemen, kan ik me voorstellen. Of lukt dat toch wel? Nee, maar wel aardig in die richting. Ik probeer wel zoveel mogelijk mee te nemen. En wisseling in assortiment is ook altijd leuk. En stel, ik zoek een bepaalde kaas. Kun jij die dan een volgende keer meenemen? Dat kan ook, ja. Ja hoor, alles is te bestellen. En hoe lang doe je dit al? Ja, 25 jaar. Ja. Wat is er veranderd? Wat is er nu anders dan toen? Aanbod op de markt is veranderd. Dus kijk, groente, fruit, kaas, vis, dat is altijd. Maar voorheen had je nog heel veel andere dingen. En dat wordt wel eens minder. En het publiek verandert ook wel. Veel mensen werken tegenwoordig. Dus ze willen wel graag naar de markt, maar ze kunnen niet altijd. En dat zeggen heel veel klanten, die zeggen dat ook. Regina en Eva heb ik begrepen. Jullie zijn hier op de markt. Komen jullie hier vaker? Eigenlijk nooit, hè? We hebben normaal geen tijd voor. En vanmorgen dachten we, hey, het is vakantie. We gaan lekker naar de markt. Eva wist eventjes niet meer zo goed wat het was. Maar ze had wel heel veel zin aan de markt. Ja, vind je het wel leuk? Ja. Heb je ook al dingetjes gezien die je wel wil kopen? Nog niet. Ja, bij de eerste kraam, wat zag je daarvoor om je vinger? Ringetjes. Oh, ringetjes. Heb je mama heel lief aangekeken? Nee. Oh, dat gaan we nog even doen. Hey, en als je nou kijkt op de markt, je bent door de jaren heen vast wel af en toe geweest. Ja. Is er dan ook nog iets veranderd? Niet veel. De mensen zijn niet veranderd. De kraampjes zijn hetzelfde. Nee, niet veel. Naar mijn idee. Nee. Dus wat is dan de kracht van de markt voor jou? Dat het standaard altijd op maandagochtend is. Er is geen twijfel over mogelijk of er is altijd wel een kraam. En je weet altijd dat je fruit kunt kopen en brood kan kopen. Dat is een basis, zeg maar. De continuïteit is eigenlijk wel juist heel belangrijk. De vaste tijden, de vaste marktkoopmannen. Ja, dat is prettig. Ik sta hier met Clara en Ria. Jullie zijn lekker op de markt. Komen jullie hier vaker? Ik wel, elke maandag. En dan haal ik brood en dan ga ik even bij de hondenman even langs. Of bij mijn wijnhandel ga ik even langs. Nee, ik kom hier altijd wel elke maandag. Ja. Even de contacten opdoen? Dat ook wel. En gewoon kijken wat er is. Op de hoogte blijven van wat er allemaal bestaat en dat soort zaken. En jij, kom jij ook vaker? Zo af en toe. Ik kom zelf uit Dedemsvaart. Dus ik woon hier niet. Maar zo af en toe dan vind ik het wel leuk. En dan ga ik op de fiets deze kant op. Om gewoon eens wat inkopen te gaan doen. Goed, de markt in Hardenberg. Iedere maandagochtend. Merk je daar nog wat van? Wat betekent dat voor jullie dat de markt er is? Ja, op zich, het is natuurlijk een goede zaak dat de markt er is. Maar wij hebben er niet meer klanten door. In principe, als de markt afgelopen is, ja, de mensen die gaan dus een ding in halen op de markt. Maar meestal de maandagmiddag is bij ons drukker met klanten. En kan dat ook komen juist omdat ze op maandagochtend dat de markt hun getrokken heeft? Dat ze dan juist maandagmiddag wel druk is? Of is het juist, als de markt er helemaal niet was, dan hadden we het drukker gehad? Nee, dat denk ik niet. Nee, natuurlijk, er komen altijd klanten op de markt af. Want ja, dat is toch een markt, dat hoort gewoon in een stad. Zoals Hardenberg natuurlijk helemaal, vind ik. Dus er komen zeker mensen op af. En nou ja, er staat natuurlijk ook een kaasboer op de markt. Is dat dan concurrentie of kun je elkaar toch wel versterken? Nee, je kunt elkaar toch versterken. Ik denk dat wij... De klant die weet wat voor kwaliteit dat je hebt. En ja, daar gaat het om. Kijk, de markt is gewoon geen probleem voor ons.
En zeker geen concurrentie in wordt. Versterkt elkaar juist. Ja, versterkt elkaar. Ja, klopt. Ja. Nou, mooi om te horen. Dankjewel. Okay. Rieks van Rossen, jij werkt in Hardenberg in de middenstand. Een mooie herenmodezaak. De markt op maandagochtend. Is dat voor jullie nou een voordeel dat de markt er is? Of is het concurrentie? Hoe moet ik dat zien? Ik denk zelf dat het, echt een aanvulling is voor de middenstand. Ik denk zeker dat er heel wat mensen op de been zijn. En dat daardoor echt zeker meer traffic in de winkel genereren. En daar zijn we hartstikke blij mee. Zeker weten. Heel goed. En ja, jij werkt eigenlijk alle maandagen. Dus je hebt zelf geen tijd om even naar de markt te gaan? Nee, klopt. Nee, ik ben meestal alleen. Vandaag verwachten we heel veel drukte. Dus vandaag krijg ik er iemand bij. Maar normaal gesproken inderdaad, we beginnen 9:30 gaan we open. En dan gaan we daarvoor, zou ik dan eventjes over de markt kunnen. Maar over het algemeen komt dat niet altijd uit. Nee. En de markt, vind jij die moet blijven? Of is dat, dat is achterhaald, joh, dat komt gewoon lekker de winkels binnen? Of kan het allebei? Ik vind zeker dat de markt zeker moet blijven. En ik zie het ook al, woensdag werk ik ook altijd in Dedemsvaart en dan zie ik de markt ook. Ik zie wel dat de markt wat iets kleiner wordt in Dedemsvaart. Dat is eigenlijk wel jammer. En zoals hier in Hardenberg is die altijd nog wel vrij groot. En ik vind zeker dat die moet blijven. En dat hoop ik echt. Ja. Dus het versterkt elkaar? Het versterkt elkaar zeker. En ik denk zeker dat we in de toekomst dit gewoon moeten voortzetten. En waar we elkaar kunnen helpen, moeten we elkaar kunnen helpen daarin. Heel goed, dankjewel. Ja. Graag gedaan.